Nog even eentje doen uit de jaren 90. Ter inspiratie voor het stemmen, mensen. Voor onze top 90's. Wat dacht je van Sophie B. Hawkins?
Kijk, zo op donderdagavond vind ik dat mooi om een beetje lekker vinyl te draaien. We noemen het dan Vinyl Donderdag. En het is toch een interessante community aan het worden als je nagaat dat ook mensen nu foto's sturen van hun pick-up. En jongens, blijf dat doen, want ik vind het leuk. Kruider heeft een prachtige speler staan, stuurt er een foto van. En ook heel veel mensen die het album wat je net hoorde, Dionne Warwick, thuis nog hebben staan. Ja, eigenlijk... Voor mijn generatie was dat muziek van je vader en je moeder, maar uiteindelijk ben ik het wel gaan waarderen. De tante van Whitney Houston, hè? En de Bee Gees die het produceerden. Vinyl Donderdag.